leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe vlog in Toverland deze keer, jongens. En ik sta hier met de enige echte Toverland gek. Ja, weet je waarom ik een Toverland gek noem? Nou, zeg het eens. Omdat jij 8 uur lang achter elkaar in de Toverland, hebt gezeten. In de trooi hebt gezeten. Ja, dat klopt. En dat linkje staat in de beschrijving. Dan kan je dat zelf even checken. Dat is echt ziek. Ik zou het niet na kunnen doen. Ik zou het ook niet kunnen eventueel. Ik schrijf over mijn nek, kan ik je vast vertellen. Maar wat zou dan wel een achtbaan zijn waar jij graag, of een attractie waar jij wel 8 uur lang in zou willen zitten? Nou, dan ga ik in de Toos Express 8 uur lang. Ja? Nou, dat zou ik echt ja. We kunnen vandaag vast een poging doen, hè? Weet je wat? Dan gaan we nu naar de Toos Express toe. Ja, laten we dat doen. Mensen, tot zometeen. Joe. Nou mensen, we zijn binnen hoor. Super geweldig, echt. Ik krijg gelijk weer die zomergevoel als ik hier ben. Echt, moet je kijken hoe goed het eruit ziet. En dat heb ik echt al 80 keer gezegd in mijn vorige vlog. Die lekkere muziekkwaliteit. Ja, echt hè? Die bas en IMA-score. Ja, maar weet je hoe dat komt? Dat zien heel veel mensen niet. Maar in al die palen waar speakers zitten, onderaan zitten dit soort gigantische kratten waar gewoon subwoofers in zitten. Dus daardoor krijg je een lekker geluid. Lekkere bassie erbij. Lekker bassie erbij. Nou. Hey, kijk eens, hier is het park meteen. Ja, het speelterrein voor vandaag. Nou, waar wil je als eerste in, Quincy? Nou, ik zie deze nieuwe achtbaan, hè? Die nieuwe achtbaan met, ja, daar wil ik in. Oh, die bas. Zullen we erin gaan? Ja, we gaan erin. Hey, top, gaan we doen. Moet je kijken. Wat een beest dit is. Echt. Jongens, je kan het gevoel niet beschrijven als jij hier loopt. Hoe magisch gevoel je wel niet hebt. Moet je kijken. Jullie hebben al eerder een Toverland... Nee, daar ga ik hier niet doorheen. Jullie hebben al eerder een Toverland vlog gezien van mij. Maar dit is echt ziek. Kijk hoe hoog dat ding is. Holy shit, Harmen. Ja. Let's go. En dat komt er ook toevallig aan. Perfect. Wij gaan erin en het unieke van vandaag is dat wij beelden hebben on-ride. En dat ga ik zo meteen meer uitleggen, want dat kan namelijk in Toverland. Maar je moet een aantal dingen weten voordat je dat mag doen en kan doen. Dus ik zie jullie zo meteen in de Phoenix. Trouwens even tussendoor, de beelden zijn niet live gelijk opgenomen. Want we gaan waarschijnlijk later op de dag filmen. Maar dan weet je in ieder geval wel dat de beelden zijn van de Phoenix. Tot zo. Jawel, hij is ook echt. Ja, hij zit jou ook hier. Lekker van de zon genieten, jongens. Ah. En we zijn boven aangekomen, dus als we boven zijn, gaan we ook weer naar beneden. 1, 2, gemist vorige keer. Nou mensen, Har en ik komen net uit Phoenix. Jullie hebben het gezien. Ziek jongens, deze baan blijft meteen zo. Twee rondjes ook gedaan. Ja, twee keer, één keer voorin helemaal rechts en één keer helemaal achterin links. Moet je zo geven dat helemaal achterin links het beste plekje is. Vind je dat? Ja, dan heb je zoveel airtime jongens, zo heerlijk is dat. En je wordt er helemaal uitgegooid. Ik denk dat ik voorin het leukst vind. Ja? Ja. Ik moet trouwens wel een beetje afdelen om niet ook naar het schermpje te kijken. Dat doe ik ook zo vaak. Daar word ik helemaal gek van. Maar mensen, we zijn in de Phoenix geweest. We gaan nu in de volgende attractie, dat is Merlin's Quest. Ik laat jullie het dark ride gedeelte zien. Super tof. En ja, we gaan gewoon lekker in Merlin's Quest. En hier komt Phoenix nog een keertje langs. Super gaaf jongens, echt. Ik blijf het zeggen. Prachtig ingangstation. En prachtige IMA-score muziek, wat je hier binnen hoort. Ah, ik verdien toch niks. Maar even over die cd'en. Ja, vertel. Oh ja, Harmen. Harmen heeft natuurlijk zijn abonnement. Wacht even, ik moet even de trap op. Harmen heeft natuurlijk zijn abonnement gehaald. Ja, klopt. En wat krijg je bij je abonnement hier? Die vrouw zei ineens: wil je een muziek-CD? Oh, ja, ik zeg: tuurlijk. Wat gaat het kosten? Niets. Niets. Die krijg je gewoon gratis als je abonnement neemt. Ja, dat is toch prachtig? Ja. Maar had je niet even een extra CD van mij kunnen meenemen? Nee, dan moet je betalen. Oh. Dank je. Als je alleen gaat niet, maar dan zijn we hier al.
Weet je zin in? Ik heb heel veel zin in. Ja, dat is mijn favoriete attractie van Toverland. Nou, mensen, we gaan nu het dark ride gedeelte in. Een van de betere dark ride gedeeltes van het park. Ik zou zeggen, geniet ervan. Nou, Quincy, wat zeggen we dan? Sesam. Open nu. 1, 2, 3. Dani Salani. Echt prachtig. En als je trouwens afvraagt wat voor boot we zitten, wij zitten in een invalide boot. En ja, dat is toevallig dat wij de... Speciaal voor ons. Ja, speciaal voor ons gericht. toevallig dat wij daarin mochten, maar dit is dus een boot ingericht voor invalide. Dus meer ruimte achterin, waar je beter je spullen kwijt en je rolstoel kwijt, dat soort dingen. Of het mobiel. Maar dit was echt ziek, mensen. Dit was echt ziek. Ik blijf het echt een van de beste dark ride gedeeltes vinden. Mocht voor mij iets langer duren. Ja, daar ben ik het wel mee eens. Het is gewoon mooi, echt prachtig. Echt goed gedaan, Toverland. Ja. Wij gaan nu lekker door naar de volgende attractie. Ik denk dat het een draaiende achtbaan wordt. Een powered spinning coaster. Nou, liever niet. Nee. Mensen, tot zometeen bij de uitgang. We gaan bij de uitgang nog vlog. Oh, wacht. Mensen, tot zometeen bij de volgende attractie. Is de Twervelwind. Oh, jongens, wat een prachtapparaat dit ook weer. Jongens, een van de prachtapparaten. Wij gaan er nu in. En ik heb er zoveel zin in, jongens. Holy shit, als ik dit kijk. Er zijn trouwens, al die bomen zijn weg. Dat valt me nu op. De laatste keer dat hier was, waren die bomen er nog. Maar ja, ik wil er gewoon in. Ik wil er gewoon in, Harmen. Ik wil erin. Ik wil erin. Maar de rij heel kort is. Ik heb het even, we zijn dit in de Man's Quest geweest. Superleuke attractie, ook al wat over verteld. Maar nu gaan we naar de volgende. En dat is logisch. Twervelwind! Yeah! We zitten achteruit op de Twervelwind, maar niet voor lang, want we gaan spinnen! Gaan we zingen? Ja. Ja, een beetje kraken. Okay. We komen naar die harbor van mij meegenomen, want er was vanochtend iets gebeurd, hè? Ja. Wil jij het uitleggen of moet ik het uitleggen? Ja, ik had netjes een appje gestuurd naar Quincy met hoe laat ik op station Horst Zevenum zou zijn, want vanaf Horst Zevenum zou hij mij dan naar Toverland brengen.
Maar hij was een uur te vroeg. Hij had verkeerd gelezen. Dus hij moest een uur lang overbruggen. En hij verveelde zich te pestpokken. Maar nou is hij er gelukkig. Nou ja, ik heb ook weer Kuik gezien. Ik ben in Kuik geweest. Superleuk, Kuik. Hè? Ja, ik heb vroeger in Kuik gewoond. Het is echt heel toevallig. Ja, heel toevallig dat ik daar ook ben. Ja, echt. Maar wij komen net uit Zwervelwind. En we komen ook gelijk langs dit restaurant. Weet je hoe dat restaurant heet toevallig? Katara Plaza. Oh, Katara Plaza. Zoals jullie lees ik ook van een bordje hoor. Zoals jullie weten van een van mijn oudere vlogs, heb ik daar een heel heerlijk broodje gezond gegeten. En die was echt perfect, zeg ik eerlijk. En we komen net ook uit de Dwerpelwind. Echt allemaal gelovig, leuke dingen wat er gebeuren. Leuke achtbaan, je hebt ook de onrijd gezien. Dus ja, alleen maar tof toch? We gaan nu naar de eerste hal en dan gaan we naar de andere attracties. Zin in? Ja. Ja, wat leuk is, we gaan nu eigenlijk het park gewoon doorlopen als een soort van geschiedenis. Want het park is begonnen met de eerste hal, daar beginnen we. Dan gaan we langzaam door naar de tweede hal. Magische Vlei. En dan het nieuwste gebied weer. Ja. Nou, gaan we doen. Let's go. Oh, lekker. Nou, in de allereerste hal zijn wij aangekomen. En in de eerste hal heb je ook de Toad Express, die helaas in onderhoud is. Jammer genoeg. En allemaal verschillende winkeltjes. En de glijbaan hier. Nou, gaan we door. Allemaal verschillende attracties. Ook een Wellenvlug daar, iets kleinere versie. Ja, jammer Harmen. De Toast Express is dicht. Ja, echt jammer. Ik had er wel even kort thuis willen zingen. Ja, dan moeten we maar gewoon genieten van, de, van hoe die eruit ziet. Ik ben wel in de appel van de kort thuis zingen. Ja, jezus. Kijk even. Er is helaas die achtbaan voorbij. Oh ja, je kan oprecht gewoon je hand. En je arm is eraf. Oh, ik kan echt gewoon. Oh shit. Wat wou je zeggen Harmen? Ja, nou, ik zei wel over dat hek. Kijk, volwassenen zijn wel slim genoeg om hun klauw niet uit te steken, dat begrijp ik. En kinderen komen er niet eens overheen, dus het zal wel veilig zijn hoor. Het is ook geen kritiek met Toverland, maar het ziet er apart uit. Nou, daar gaat hij weer. De Bellenvlug. Mijn allereerste keer in deze attractie. Harmen, ja? Kan je wat meer vertellen? Want dit is mijn allereerste keer dat ik hierin ga. Dit is een bobkart, dus dat is een rodelbaan, maar dan elektrisch gestuurd. Dus je hebt geen hoogte nodig. Oh. Heel mooi getenseerd. En kan je zo hard gaan als je zelf wil? Ja, je kan het zelf aansturen met een hendeltje. Nou, dat gaan we even doen, hè. Even, ik kan niet handelen meer, hoor. Nou, ik kan je niet meenemen, maar je hoort zo meteen mijn mening. Oh, gek nou, joh. Hey, mensen. Ja. Allemaal elementen hier. Ik sta te wachten. Oh joh, wat ziek joh. Nou, Joris Oot en mijn gezouten mening. Gezouten mening? Ik ben een beetje zo, is helemaal niks. Nee. Moet jij het even zeggen, want mij kan je zien. Je ziet me nou. Wat moet ik zeggen dan? Zometeen hoor je mijn gezouten mening. Zometeen hoor je zijn gezouten mening. Gezouten. Nou, liever peper eigenlijk. Nou, nou, doe je dat maar. Ik ben echt te zwart. Ik mag filmen. Ik ga meemaken, hij staat op rood. Ik weet het niet. Oh jee.
Wauw! Aangezien ik kom net uit de blitzbaan samen met Harmen. Mijn tijd was 46 seconden en Harmen 51. Dus dat betekent dat ik heb gewonnen, want ik ben de beter, ik ben de beste in dit land. Ja. Mooie scherm ook, ik zie boven een heel vlek. Maar wij gaan nu naar de volgende achtbaan, de blitzbaan blijft perfect. Wij gaan nu naar de Troy. Dus doei! Shout-out doen voor Quinka. En rijdt snel. Wat is hij? Ja, de bruine Enzo Knol. Oké, jongens, we gaan naar Troy. Ja, ik schiet op. Oh, dit ga ik echt niet doen. Dit durf ik echt niet. Oh mijn god, doodeng. Nou, de ingangpoort van Troy. Tenminste, het Troy gebied. Lijkt wel op de bruin. Snap je hem? Nee? Snap je hem niet? Ik snap het ook niet. Laten we naar Troy gaan, jongens. Ik heb er zin in. En dan zie je zo meteen een onrijd van Harmen, want Harmen mag filmen. Ik mag de beelden gebruiken. Yay! Maar nu niet meer. Ik ga ze niet meer sturen. Oh, oké. Nou, als ze niet zijn gestuurd, dan weet je waarom. Oké, tot bij de Troy. Manel, wat is jouw naam? Harmen. Harmen? Ja. En Harmen en de cameraman, wat doen jullie hier? Vertel. Wij zijn hier
hele dag met magie aan behandelen. Echt waar? Ja. Fantastisch. Leuk toch? Ja, dat moet je ook wel doen in Toverland, toch? Ja, natuurlijk. Een beetje magie. Toverland. Nou, dat is toevallig. Ja, dat is toevallig. En wat doe jij dan met magie? Nou ja, we zijn bij het toverhuis geweest, toveren. Ja. En we zijn al in de magische vogel geweest. Ja. En een hele snelle magische motors. Van alles. Ja, dat is heel magisch. Ja, nou, en hier, ben je hier ooit al geweest, Port Laguna? Ja. Maar ik weet nog niet alles ervan. Oh, okay. Ik ben een beetje leek. Ik ben toch heel leek. Nou, wat was je naam ook alweer? Armin. Ja, zie je, maar wij toveren heel snel de naam weg. Armin. Ik ben Manel. Heel makkelijk te onthouden. Nou, Armin, hier heb je dus het strand. En daar, ook aan de overkant, daar vind je flessen. Ja, flessen met de toverstaffen. Ja. En magische toverstaffen. Wij testen dus toverstaffen op goede magie. En ook wel niet zo goede magie. Ah, oké. Ja, precies. En dat vissen wij, we zijn strandjutters. Ja. We zijn de familie magistrales. Bijvoorbeeld hier in een octopus. Ja. Ja. En hoeveel tentakels heeft een octopus? Dat weet ik niet. Heeft er 8. 8. Ja, en onze familie magistrales bestaat uit 8 familieleden. Ah, vandaar ook. Precies, maar nog meer. Namelijk de octopus. Wat doet de octopus? Die zwemt. Inderdaad. En grijpt. Grijpt, verzamelt. Ja. En wij, familie magistrales, verzamelen. Ook. Ja, precies. Oh, wat slim nou. Ja. Ja, precies. En hier in het magazijn daarachter testen wij dus die aangespoelde flessen met toverstaffen in het magazijn veilig. Om uiteindelijk de goede toverstaffen in een magistraals magic shop te strijden. Ben je er al geweest in het magazijn? Ja, vorige keer. Oh, wie was dat ook weer? Ik weet het niet. Dat was de groene cape. Ja, die hij altijd met zijn groene cape. Maar we hebben nog meer andere familieleden hier. Namelijk nu, mijn moeder is in het magazijn. Marta. Is Marta er? Ja, hoe krijg je ze vandaag? Ik ga even langs. Spontane vrouw? Zo spontaan. En ik ben ook heel spontaan en neem ik het van mijn eigen moeder. Hè? Ja, wat precies. Leuk. Ja, ja, maar gaan jullie zijn? Kijk, ja, jullie mogen. Jullie mag hier zijn. Oh! Hij is net. Net dicht. Mevrouw! Meneer! Marta! 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 Het gaat helemaal fout. Elke 10 minuten worden hier dus de toverstaf getest. Dus dat wordt weer 10 minuten. Wacht. Nou ja, dat hebben we wel geduld. Hebben we ook zo'n muziekje? Ja, gaat er een muziekje erbij? Dat vind ik wel leuk. Maar in je vingers? Ja? Dat is ook magie. Wacht, ik pak wel mijn toverstaf. Ja, tover muziek erbij. Oké. Bami. Nee, dit is niet Bami salaris. Oh, mag niet. Komt je? Ik ga even een toverspreuk en denk, oh ja. Musicalio! Een luide knal. Een donderslag. Oh, dat klinkt wel lekker, ja. Ja, leuk, hè? Ja, mensen, ondertussen hebben we net lekker getoverd in het magistralische magazijn. Ja, zo, Armin. Oude gek van me. Nou, zeker wel. Was een leuk dagje? Ja, maar het was wel vroege dag. Ik ben nou wel klaar mee. Ja, ik was er namelijk een uur te vroeg. Ja. Maar ja, dat maakt niet uit. We hebben heel graag genoten van vandaag. Ja, en zeker. Deze beelden ga je niet heel vaak zien op mijn kanaal, want ik ben hier niet zo vaak. Misschien als je Toverland mij ergens voor uitnodigt, hè? Knip oog Toverland. Ja, als je het kijkt. Tessa, hoi. Blijf dromen. Maar in ieder geval, het was een hele leuke dag vandaag. En ik wil iedereen bedanken voor het kijken. Doe allemaal een duimpje omhoog. En als je het nog niet hebt gedaan, of even liken en zo. En Harmen, bedankt voor deze dag. Jij ook bedankt. Ik vond het echt gezellig. Ja, mooi. Moeten we vaker doen, hè? Vond het leuk om jouw reacties te zien. Heel veel attracties die je nog nooit had gedaan. Echt ja, ik vind het zelf ook leuk. Ik ga natuurlijk over 2 weken ga ik een tripje doen. Naar het buitenland. En ik ga al niet zeggen wat voor land. Maar dan je weet al wat het is. Ja, je weet al wat het is, hè. Maar in ieder geval in het buitenland. En we gaan vliegen en het wordt echt ziek, jongens. Echt heel ziek. Het worden echt leuke vlogs. Vakantievlogs. 3 dagen maar alsnog hartstikke leuk. Armin, weet jij een leuke afsluiting voor Kwink? Wat we altijd moeten zeggen. Want ik zeg altijd morgen als intro, maar wat zeggen we als outro? Weet je wat, ik tover de vlog gewoon uit. Dat is een goeie, doe het. Klaar mee. Wat was het ook weer, die fotoorspunt? Perla Magica. Ja. Komt-ie. Perla Magica.